Ja, Siebe. Van Woudenstein naar Utrecht. Hoe is dat? Leuk. Mooie stap, denk ik, voor mezelf. Om op een hoger niveau te bewijzen. Heel veel jaren bij Excelsior gespeeld. Loyaal geweest aan de club uit Kralingen. Waarom nu Utrecht? Ja, ik denk dat Utrecht een heel mooie stap vooruit is voor mij. Ik wou sowieso al naar topper in Nederland. Dus dat is Utrecht wel bij, denk ik. Dus daarom kon ik deze kans niet laten liggen. Je hebt geregeld gespeeld tegen jong FC Utrecht, maar ook FC Utrecht uiteraard. Wat is je opgevallen? Wat ben je te weten gekomen over bijvoorbeeld de club? Als je hier thuis speelt, gewoon een mooi stadion natuurlijk, mooie fans, veel fans. En Utrecht heeft gewoon een mooie uitstraling altijd bij zich. Ook het spel dat ze tonen of proberen te spelen, dat vind ik gewoon heel mooi. Ja, en waarom pas jij daarin, denk je? Met mijn voetballende kwaliteiten, denk ik. Mijn loopvermogen. Dat vooral. Hoe heb jij je ontwikkeld de afgelopen jaren bij Excelsior? Want we kennen je uiteraard als een vaste kracht bij Excelsior, maar dat ben je niet zomaar geworden. Nee, ja, veel spelen, zoveel mogelijk minuten maken, ervaring opdoen en die ervaring nu proberen te gebruiken. Zoveel mogelijk minuten maken en niet te veel blessures oplopen. Daardoor ben ik nu hier. Wat heb je allemaal beleefd bij Excelsior? Veel mooie momenten, ook mindere. Maar bij een club als Excelsior is dat hoort erbij. Dat in de Eredivisie, dat weten we. Dus ik hoop dat ik daar nu de verwachtingen mag bijstellen. Heb je nog gesproken met mensen van Excelsior die een Utrecht verleden hebben over de club? Nee, niet echt. Ik heb met Marwan een beetje contact gehad, maar die zit nu hier. Dus ik hoop hem snel terug te zien. Redouan El Yacoubi, Marinus Dijkhuizen. Tuurlijk, er zijn er wel wat bij Excelsior die hier een verleden hebben, ja, dat klopt. Ja, want waar ga je op richten? De rechtsbackpositie, zoals we ook zien bij Excelsior? Ja, tuurlijk. En wat voor type back ben jij dan? Waarin worden jouw kwaliteiten extra goed zichtbaar? Aanvallend en verdedigend koppen. Ik ben wel redelijk goed met mijn hoofd, vind ik. Dus uitvoetballen, voorzetten. De laatste zone op het veld ben ik wel aardig, vind ik. Dus daarin hoop ik het verschil te maken. Ja, waarom kun je dat nu bij Excelsior zo goed laten zien? Want een paar weken geleden, nog bedankt daarvoor. Doelpunt scoren tegen Utrecht. Ja, aan de bal liggen gewoon mijn kwaliteit. En dat is dan ook waar ik volop inga. Dus probeer ik dat zo goed mogelijk te doen. Wat heeft jou overtuigd in de gesprekken met onder andere Jordi Zuidam? Ik was op het trainingscomplex om het gesprek te hebben. En daar, het complex is heel mooi. Gewoon veel dingen om te kunnen verbeteren dat ik daar kan doen. Dus, met Jordi was gewoon een heel goed gesprek, voelde goed aan. Hij sprak ook wel vertrouwen naar mij toe om voor Utrecht te kiezen. Otman Boussaïd of bijvoorbeeld Anthony Descott nog gesproken? Nee, die ken ik allebei niet persoonlijk. Dus, maar wel van naam uit het Belgisch voetbal? Ja, tuurlijk. Van naam wel. Dus daar gaan we veranderingen brengen. Ja. Hoe gaat het nou zo meteen worden? Dat je nu nog een paar maanden de focus moet hebben op Excelsior. Maar al weet dat je gaat starten aan dat nieuwe avontuur bij Utrecht. Geeft dat ook rust voor jezelf misschien in de strijd tegen degradatie met Excelsior? Ja, zeker wel. Dat is wel een opluchting. Om nu al gewoon zeker te zijn van waar je gaat spelen. Dus dat brengt voor mij wel wat rust. En nu kan ik vol focus op die laatste 8 wedstrijden. Voor hoeveel jaar heb je getekend bij Utrecht? 3 jaar. En het rugnummer mee gaat spelen? Hopelijk 2. Dan neem je er wel eentje over van een clublegende, hè? Daar moet ik even toestemming voor vragen, denk ik. Ik zou het als ik jou was aan Mark zelf vragen. Ja, tuurlijk. Doe het. Heel veel succes, hè? Yes, dankjewel.